april 2023. Goedemorgen lieve mensen, ik kom net thuis van de winkel. Ik was weer naar de Albert Heijn geweest. En ik wil jullie nu de boodschappen laten zien wat ik gekocht heb. Ik heb tijgerbrood gehaald. Een pepperoni broodje, dat is voor vanmiddag. Dit is een kaasbroodje, ook voor vanmiddag. Dit zijn keizerbroodjes, want ik ga vanavond een broodje kipburger eten. Dit zijn snoepkomkommetjes. Een potje rauwkost. Ja, rauwkost. En een grote fles Sinas Zero. Ja, kijk of die ook lekker is van de Albert Heijn. Nou, dit is weer een iets nieuws. Ja, dit is een soort pinda chocoladepasta. Die heb ik meegenomen om uit te proberen. Dit zijn eitjes voor Pasen. Die ga ik met Pasen eten. Nou, deze tas is leeg. Die zet ik eventjes op de grond. En dan pak ik weer een nieuwe tas weer erbij. Even kijken. Oh, een beetje moeilijk open. Ja. Dit is bolletje muesli. Ook om uit te proberen. Dus kan je van Zevitan zonder suiker. Die zet ik even hier neer. En dit is weer een hele andere. Dit is weer, weer een andere. Dit is pinda chocoladepasta. Dat is weer een andere. Ja, ook weer iets nieuws. En dit is speculoos crunch. En dit is, zijn andere eitjes. Kinderchocolade eitjes zijn dat. Dat is weer een andere smaak. Ja, die ga ik dan ook weer mee pasen. Nou. Kijk of er nog meer in deze dag. Ja, er zit nog een tomaatje in. Zo. Dan ga ik even kijken. Ja, hij gaat erin. Zo. Hoppakee. Dan heb ik kipfilet. Dus gerookt kipfilet is dat. En dat is kipburger. Dit is aardappelpartjes van de Albert Heijn. Dit zijn kwekkenboom gemixte hapjes. Die waren in de aanbieding. Want ik had van iemand een tip gekregen dat hij in de aanbieding was deze week. En zodoende ben ik maar weer naar de Albert Heijn gegaan. Dit is een zakje sla. Kijk. Dit zijn bamiaapjes, ook van kwekkenboom. Ja, kijk of die ook heerlijk zijn. En dit is clementine, oftewel mandarijnen sap van de Albert Heijn. Ja. Nou, zoals je ziet. Dat zijn de boodschappen die ik vandaag gehaald heb bij de Albert Heijn. Geef deze shopvlog blauwe duimpjes omhoog. Abonneer op mijn kanaal en laat ook een hele leuke reactie achter. En dan wens ik jullie een fijne zaterdag. Tot de volgende shopvlog van mij. Houdoe! Power Girl! Groetjes! Dag, 2 april 2023. Goedemorgen lieve mensen. Ik kom net terug van de winkel en ik wil jullie nu de boodschappen laten zien. Wat ik gehaald heb bij de Plus. Vlug kokende spaghetti. Die ga ik vanavond eten. En ook spaghetti macaroni mix. Zo. En dit is weer. Ik zag deze is weer een nieuwe. Van Prins Cake en Roll. Ja, die heb ik meegenomen voor uit te proberen. En,
Twee keer heb ik komkommer meegebracht. Snoeptomaatjes. Oftewel cherrytomaatjes zijn er. Een pak gevulde koeken, want de zelfscanner ging af. En toen heb ik, ik had al 5 zegels. En ja, en die kaart was vol en ik kreeg deze pak koeken mee. Ja, ook altijd wel leuk. Ik heb bananen meegenomen. Nog een komkommer. Want ik moet er 2 meenemen voor naar de kookschool. En deze zag ik staan en dit is weer iets van een nieuwe cola smaak of zoiets. Ja. Ik weet niet wat voor smaak, want ik heb het gepakt en ik weet niet wat voor smaak. Tomatenpuree. Ook voor vanavond. En dan keizerbroodjes voor de lunch. Nou, deze tas is al leeg. Zo, die heb ik ook weer op de grond gezet. Nou, dit is raak champagnepils. Mee heb ik gebracht, gazeus is dat. Pakjes drinken. Voor bij de lunch. Pak fristie. Voor in de ochtend. IJsthee voor in de avond. Ook altijd wel lekker. Nou, deze tas is ook alweer leeg. En dan ga ik over op de kooltas uitpakken. Kipkorren. Mora kipkorren. Jeetje, mijn bril zakt er weer iedere keer af. Nou, eigenlijk ook Griekse schotel is dat. Dat ben ik even zo. Nou, gehakt. Voor vanavond. Ja, macaroni mix. Is dat. Kijken. Huzarensalade. Ik ga vanmiddag een broodje huzarensalade eten. Dit is van de Zuiverhoeve. Roomyoghurt. Aardbeien. Kwark. Dat is hier weer een nieuwe smaak. Ja, ik zag dat van de week bij een YouTuber voorbij komen. Die was daar aan het uittesten. En je had ook nog roze koeken uitgetest. Maar die heb ik niet gekocht. Grapste kaas. En dit is 400 gram. Ah, dat waarschijnlijk ook mee te nemen voor de kookschool. Nou, deze koeltas van de Plus is ook weer leeg. Ja. En vanmiddag ga ik naar de kring toe. Want mijn huisgenoot moet voor de laatste keer een voorstelling geven. Want zij gaat stoppen. Het werd voor haar te veel, zei ze tegen mij. En toen vroeg ze aan mij van, vind je het leuk om vanmiddag voor de laatste keer te komen kijken naar mijn voorstelling. Toen zei ik zo van, ja, is goed. Ik vind dat wel leuk. Dus ik ga met mijn, een paar huisgenoten en een paar man begeleiding houden naar de kring toe vanmiddag. Om 1 uur word ik met de taxi opgehaald. En om 2 uur begint de voorstelling. Ja, ik wens jullie een leuke fijne zondag toe. Geef deze shopvlog blauwe duimpjes omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En laat ook een hele leuke reactie achter. En dan zeg ik tot de volgende shopvlog van mij. Houdoe! Power Girl! Groetjes! Laat ook een blauw duimpje omhoog achter. Abonneer op mijn kanaal en laat ook een leuke reactie achter.